Michael, gefeliciteerd met je 10-7 overwinning. Ik denk niet dat je helemaal tevreden op deze wedstrijd terugkijkt. Jawel, ik win de wedstrijd, maar ik had veel beter kunnen. Mijn dubbels waren niet goed. En, veel ruimte voor verbetering klaar. Zijn er scherp genoeg op de dubbels of waar lag dat dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Daar moet ik even rustig over nadenken. Het moest gewoon beter en het lukte niet op een of andere manier. Maar we zullen zien. Wat, ik heb nog 2 dagen rust voordat ik mijn volgende wedstrijd moet. Dus we zullen zien. Last van zenuwen? Zenuwen? Nee. Als je al zo lang meedraait, dan heb je geen zenuwen. Volgende wedstrijd tegen Ian Wijd. Hij speelde goed vanavond. Kan een leuke partij worden. Ja, dat is zeker een leuke wedstrijd. Op papier gezien moet ik die wedstrijd kunnen winnen. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. En ik zal weer gruwelijk aan de bank moeten. Maar dat is een zorg voor over 3 dagen. 2 jaar geleden gooide je op het podium Nijndert, ook tegen Steve Pieten. Hoe was het om weer terug te keren op het podium? Ja, het was goed. Ik geniet altijd als ik hier speel. En, ik wil natuurlijk meer laten zien wat ik heb gedaan. En, ja, het is helaas niet gelukt, maar ik heb ook een aantal wedstrijden om dat te laten zien. Dit zijn je de kwartfinale, vorig jaar de halve finale, dit zijn de finale? Ja, mijn doel is gewoon winnen, klaar. Ik heb geen andere keuze, ik heb niets anders voor ogen. Ik ben de favoriet en dan wil je ook winnen. Het zou heel slecht zijn als je denkt, ja, met een halve finale of kwartfinale zou ik tevreden zijn. Bedankt.